Geld stroomt langs de weg van de minste fiscale weerstand, las ik ergens. Maar dat moet dan wel goed worden geregeld. Ik ga over de ontwikkelingen op het gebied van transfer pricing in gesprek met transfer pricing specialist Clive Yi Ayoun van DLA Piper. Clive, van harte welkom. Dank u wel, Ronnie. Een actueel thema, mag ik zeggen. Als ik de laatste tijd zeg maar, de kranten erop nasla en ik lees over verschillende papers en leaks en noem het allemaal maar op, dan is het een beladen onderwerp. Transfer pricing. Ja, klopt. Ja. Sinds 2013 is belastingstructuren en transfer pricing in de aandacht van het publiek, maar ook van multinationale ondernemingen en belastingdiensten. Mm-hmm. En ik vind als je aan de regels houdt, dan is het prima. Mm-hmm. Alleen als grote multinationale onderneming met een grote merknaam, trek je wel de aandacht. En dan moet je aan je reputatie denken. Ja, en op dit moment er zijn veel kritische journalisten die er bovenop zitten. En het wordt bijna ook wel eens gekenschetst als van nou, de grote ondernemingen zitten. Nou ja, het woord belastingontduiking wordt vaak genoemd. Ja. Is het zo erg gesteld, denk je, met de corporate ondernemingen? Nee, ik denk dat heel veel ondernemingen zich aan de regels houden. Mm. Je hebt belastingregels, daar moet je aan voldoen. Mm-hmm. En als je dat niet doet, dan krijg je de fiscus op je dak en je krijgt de kranten en belastingdienst op je dak. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Klopt, dus het is goed dat je daar aan houdt. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het natuurlijk een interessant speelveld is, want als grote onderneming met wereldwijd verschillende BV's en noem het allemaal maar op. Ja, ik zei net de uitspraak in de opening, ja, ik ben maar een kleine ondernemer, maar ook ik wil natuurlijk geen cent te veel belasting betalen. Dus ik kan me voorstellen dat het een interessant spel is om zo goed mogelijk te zorgen dat er zo weinig mogelijk geld naar de belastingdienst hoeft, toch? Ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja. Ik ook. Ik wil zo min mogelijk belasting betalen. Ja. En zo denk ik ook aan belastingen van een multinationale onderneming. Mm. Je hebt regels en binnen die regels heb je een bandbreedte. Precies. En bij verrekenprijzen is tussen belastingrecht en economie. Mm. En wat wil je voor iets betalen? Ja. Jij en ik, als wij gaan onderhandelen, kunnen we verschillende prijzen overeenkomen. Mm. En als ik met iemand anders onderhandel, ook een andere prijs. Dus je hebt een bandbreedte en als je maar daar aan houdt. Dan is het goed. Want dat is het spel, hè? Want het zijn interne verrekenprijzen, daar hebben we het in feite over. Hè? Klopt. Waar worden die op toegepast? Als je kijkt naar het gebruik van interne verrekenprijzen binnen een grote onderneming, op wat voor middelen en dingen worden die toegepast? Ja, om een voorbeeld te geven, als je een multinationaal onderneming bent, lever je goederen en diensten aan klanten. Ja. Nou, dat moet je intern organiseren. Ja. Je hebt bijvoorbeeld verkoopmaatschappijen in Europa, maar dan moet je het product produceren. En stel je voor dat de productieonderneming in Nederland zit, nou, dan moet je een product leveren aan die verkoopmaatschappijen. Nou, die moet dan zakelijk zijn. Het kan ook zijn dat de productieonderneming patent nodig heeft om het product te produceren. Die licentieer je dan van de moedermaatschappij in Amerika. Nou, daarvoor moet je een royalty betalen. Ja. Nou, die royalty moet ook zakelijk zijn. Nou, het kan zijn dat je een lening nodig hebt om je productieactiviteit te verrichten. Je krijgt een lening van de Amerikaanse moedermaatschappij. Ja. Nou, die rente moet zakelijk zijn. En misschien levert de Amerikaanse moedermaatschappij ook centrale diensten, zoals een centrale HR-afdeling, een centrale accountingafdeling. Die levert die diensten aan de dochterondernemingen. Dan moet ook een zakelijke service fee voor worden berekend. En moet het logisch zijn waar de royalty wordt berekend en waar de leningen... Want ik kan me voorstellen dat het bijna ook een effect kan hebben op vestigingsbeleid dus. Waar ga je met wat voor een BV zitten en waar ga je welk geld naartoe schuiven? Hoe werkt dat spel? Nou, de regel is dat de winsten daar moeten vallen waar je functies verricht, risico's loopt en activa hebt. Dus als je een verkooponderneming hebt in België en die verkoopt, dan moet je kijken naar wat onafhankelijke verkoopmaatschappijen verdienen. Mm. En het is eigenlijk van, je maakt winst op basis van wat je doet, welke risico's je loopt en welke activa je hebt. En is dat, het lijkt me geen eenvoudig, ja, jij weet er alles van, maar hoe complex is dat? Want wat is een logische zakelijke prijs? Want ik kan me voorstellen met een lening, dan heb je nog een soort marktconforme rente, of daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen, maar een royalty bijvoorbeeld, wat is het waard? Wat is een merkrecht waard? Ja. Hoe werkt dat met die prijzen? Nou, wat we eerst doen is dat we de feiten moeten verzamelen. Hè? En dat noemen wij een functionele analyse. Ja. Wie doet wat, wie loopt welke risico's, welke activa heeft wie? Ja.
Dus je moet de feiten begrijpen. Wat is die transactie? Nou, als je de feiten begrepen hebt, dan moet je een, wat wij noemen, een verrekenprijsmethode selecteren om de juiste verrekenprijs vast te stellen. Er zijn methodes voor, echt? Daar zijn methodes voor. Nou, en als je die methode hebt gekozen, dan moet je gaan benchmarken. Wat doen onafhankelijke ondernemingen? En dan gaan we, Hoe benchmark je dan? We gaan in databases. En in databases zijn er gegevens beschikbaar over wat vergelijkbare ondernemingen verdienen. Of een vergelijkbare marktprijs. En daar zoeken we naar. Oké, wordt dat steeds transparanter? Ik kan me voorstellen, als je noemt databases. Ja, data is natuurlijk de nieuwe olie, zeggen ze wel eens. Hè? Ik kan me voorstellen dat benchmark steeds makkelijker wordt. Of steeds uniformer wordt, of niet? Nou, die databases zijn beschikbaar als je ervoor betaalt. Je betaalt ook een royalty aan die software providers om die database te kopen. Dus de belastingdiensten, bijvoorbeeld in Nederland, heeft ook die databases beschikbaar, wat wij hebben. Oké. Okay. Wat wordt bedoeld met het arm's length beginsel? Dat las ik ergens. Dat heeft ermee te maken, toch? Ja, klopt. Zeg maar, verrekenprijzen voor geleerde transacties tussen groepsmaatschappijen moeten het arm's length zijn. Want kijk, als je zaken doet met een derde, dan is die prijs per definitie zakelijk. Maar als je zaken doet met een groepsmaatschappij, dan is die niet per se onderworpen aan de marktwerking. Nee. Nou, want je mag intern in feite afspreken wat je wil, maar dat mag klopt. Niet zomaar. Ja, en belastingdiensten die zijn dus bang dat multinationale ondernemingen winsten gaan verschuiven om fiscale voordelen te verkrijgen. Die hebben dus afgesproken dat voor belastingdoeleinden die verrekenprijzen zakelijk moeten zijn, het arm's length. Dus eigenlijk, als ik met jou handel, gewoon het arm's length, niet te dichtbij. Wat is jouw mening over die... In hoeverre wordt daar goed mee omgegaan door de grote ondernemingen? Even terugkomend op die actualiteit. Hè? Want ik wil niet zeggen waar roken is vuur. Ja. Maar er wordt natuurlijk, de grenzen worden opgezocht, hè? Laat ik het zo zeggen. Hoe spannend is dat speelveld? Kom je dat zelf in je praktijk tegen met cliënten? Ze moeten zich aan de transfer pricing regels houden. De verrekenprijzen moeten zakelijk zijn. En ze hebben niet alleen met Nederland te maken, maar ze hebben te maken met alle landen, met alle belastingdiensten waar ze gelokeerd zijn. Ja. Want alle belastingdiensten willen een redelijk stuk van de taart hebben. Het moet zakelijk zijn. Wat je in Nederland aan winst moet betalen, moet reflecteren van wat je in Nederland doet, welke risico's je loopt en welke activa je hebt. En zo ook alle andere belastingdiensten waar je bent, die willen een arm's length verrekenprijs hebben. Die willen een redelijke stuk taart hebben. Hoe hou jij je kennis op niveau? Als je altijd, want je schetst nu even een beeld, dat is gewoon een global beeld. Ja. Hoe hou jij je op de hoogte van al die regulering en verschillende belastingregels? Nou, ten eerste, je moet van de vak houden. Ja. Dus voor mij is transfer pricing mijn tweede hobby. Ik ben getrouwd, maar transfer pricing is ook mijn hobby. Ja. Dus als je hobby is, dan hou je het gewoon bij. Vind je gewoon leuk? Ja, je vindt het gewoon leuk. Ja, je bent econoom ook, hè? Ik ben econoom, Dus het hele spel vind je leuk. Ja, klopt. Country by country reporting, wat is dat? Country by country reporting noemen we in het Nederland landenrapport. Ja. Multinationale ondernemingen die een omzet hebben van tenminste 750 miljoen euro, die moeten dat landenrapport opstellen. En in dat landenrapport moet je per land opgeven hoeveel werknemers je hebt, hoeveel belasting je in dat land betaalt. Wat de omzet is dat je in al die landen behaalt. En zo geef je aan de Belastingdienst een aantal financiële cijfers per land. En de Belastingdiensten gaan met die financiële cijfers bepaalde ratios berekenen. En dan kijken ze van, is er ergens in een land een risico, een belastingrisico? Dus als je, bijvoorbeeld als je in een bepaald land nul werknemers hebt en je verdient daar 2 miljard euro. Dan zeggen ze, dat is wel heel veel per werknemer. Ja, dat zou ik ook wel willen. Ja. Ja, maar in andere landen, als je in Duitsland zit en je verdient 10.000 euro per werknemer, dan zegt de Duitse Belastingdienst, wat gebeurt er in dat land waar je nul werknemers hebt en 2 miljard euro verdient? De overheden zijn bijna stakeholder ook, hè, wat dat betreft. Ja. Ze zeggen, we willen een redelijke piece of the cake eigenlijk. Als het gaat om het geheel. Ja, klopt. Mm. Ja, ja. He, want, de OESO die heeft dat toch. Dat is een van de actiepunten van de OESO, toch? Hè? Dat country by country reporting. Ja, klopt. Ja. Want alles moet transparanter worden. Yeah. He, dus ze willen informatie krijgen van hoe het zit binnen een multinationale ondernemingsgroep. Yeah. En het landenrapport is daar één voorbeeld van. Mm-hmm.
dat je meer informatie moet verschaffen aan de belastingdiensten. Hoe organiseer je dit goed als grote onderneming? Hoe beleg je dit op een goede manier in de organisatie? Wat zou jouw advies dan zijn? Mijn advies is, je moet in ieder geval op de hoogte zijn van alle regels. Mm-hmm. Je moet goede transfer pricing documentatie opstellen. En ik zal beginnen met een armslengte verrekenprijsbeleid. Ja? Dus communiceer aan de hele onderneming van wij willen een zakelijke verrekenprijs hebben. Mm. En wat zijn dan de principes, hè, zodat het intern ook gecommuniceerd is. Mm. Want het is een multidisciplinair onderwerp. Ja. Het is niet alleen voor de belastingafdeling van de multinationale onderneming, maar ook voor de finance en accounting afdeling. Hè, want al die transacties moeten gerapporteerd worden in de boeken. Ja. Het is ook relevant voor de mensen die operationele activiteiten verrichten. Mm. Want zij moeten weten van als ze bepaalde activiteiten doen, dat een tax- of verrekenprijs implicaties heeft. Mm. Ja. En documentatie is van cruciaal belang, denk ik, hè? Ja. Met de documentatie, dat is, sommige bedrijven vinden dat compliance. Ja. Omdat je volgens de wetgeving documentatie moet opstellen. Een noodzakelijk kwaad. Ja, een noodzakelijk kwaad. Ja. Ja, of je een zakelijke verrekenprijsbeleid hebt opgesteld voor al je geleerde transactie. Mm. Ja. Maar jij zegt het is eigenlijk geen noodzakelijk kwaad. Het is gewoon een heel goed, niet alleen een goed iets om te doen, maar als je het goed regelt, is het ook gewoon een voordeel, toch? Ja, ja, het je kans om je eigen verhaal te vertellen. Ja, ja. Dus zie het niet als een noodzakelijk kwaad, maar zie het als een opportunity om je eigen verhaal te vertellen. En om je verrekenprijzen te ondersteunen, dat het allemaal zakelijk is. Mm-hmm. Want als je dat hebt en je voldoet aan de regels, hè, dan ligt de bewijslast bij de Belastingdienst. En dan sta je altijd 1-0 voor. Ah, ja. Pak zelf de regie dus. Ja. Ja, klopt. Want jullie maken ook afspraken met de belastingautoriteiten en jullie dienstverlening. Als jullie voor grote multinationals werken, dan heb jij rechtstreeks lijntjes met die belastingdienst. Want hoe noem je dit ook weer? APA, hè? De Advanced Pricing Agreement. Leg dat eens uit. Klopt. Ja, sommige klanten die willen met de fiscus afspraak maken over een zakelijke verrekenprijs voor de komende 4-5 jaar. Hè? Want dan hebben ze zekerheid dat de fiscus niet zegt van dat de verrekenprijs niet zakelijk is. Nee. Dus wat je dan doet, is dat het bedrijf met de fiscus afspreekt wat een armslengte verrekenprijs is voor die transacties voor de komende 4-5 jaar. En kopen ze daar, of kopen ze, dus kopen ze niet, maar biedt dat dan zeker? Is dat ook een soort van goedkeuring vragen? Moet ik het zo zien aan de Belastingdienst? Van hey, zo willen we het gaan regelen de komende 4 jaar. Ja. Belastingdienst, wij vragen jullie van tevoren al, is dit de goede manier om het te doen? Ja, klopt. Ja, je legt de feiten uit. Je zegt van we hebben een verrekenprijsstudie gedaan, we hebben benchmarking gedaan. En wij denken dat dit een zakelijk beleid is. Wat vinden jullie ervan? Hm. Nou, dat treed je in. Dus dat moet je allemaal documenteren. Stuur je naar de fiscus toe. Ja. Die evalueert dat. En dan heb je gesprekken met de overheid. En dan komt er een advanced pricing contract tussen het bedrijf en de Belastingdienst op tafel. Hm. En dan ben je als onderneming zeker dat in ieder geval een verrekenprijs zakelijk is voor de komende 4-5 jaar. En dat de fiscus dat prima vindt. En zijn grote ondernemingen dermate voorspelbaar in de wereld van vandaag dat je die afspraak kan maken op 4 of 5 jaar? Dan kan er al wat gebeuren in 4 tot 5 jaar. Nee, klopt. En daarom staat er in dat advanced pricing overeenkomst ook bepaalde kritische veronderstellingen. Ja, ja. Hè, als dit niet meer klopt, als de feiten veranderen, dan... Ervan uitgaande dat, dan maak je... Wat zijn de meest complexe factoren in dit hele speelveld? Je kan het ook positief omdraaien. Waar is jullie dienstverlening het meest waardevol? Onze dienstverlening is het meest waardevol bij het opstellen van transfer pricing documentatie. Mm-hmm. Bij het opstellen van wat is een at arm's length verrekenprijsbeleid? Wat is een zakelijke verrekenprijs? Ja. Want dat kunnen wij bepalen. En ten derde, als een onderneming conflict heeft met de fiscus, kunnen wij de onderneming assisteren in de discussie met de Belastingdienst van dit is toch een zakelijk verrekenprijsbeleid.
En wij onderhandelen over een advanced pricing agreement, over een zakelijke prijs voor de komende 4-5 jaar. Maar ik kan me voorstellen dat je liever cliënten hebt die, dat, die daar een stap voor zitten, of niet? Want op het moment dat je al ruzie met de Belastingdienst hebt, dan sta je 1-0 achter, toch? Ja, klopt, klopt. Ja. En daarom is het belangrijk dat je in ieder geval ten eerste een zakelijk verrekenprijsbeleid opstelt. Ja. En dat communiceert binnen het bedrijf. En ten tweede dat je dat goed documenteert. Ik kan me niet voorstellen dat er grote ondernemingen en multinationals zijn die dit nog niet hebben. Of vergis ik me daar dan in? Nou, de meeste grote multinationale ondernemingen die doen dit. Hè, als ze op de beurs genoteerd zijn, dan worden ze door alle stakeholders in de gaten gehouden. Ja. Dus dat moet je wel in de gaten hebben. Mm. Maar voor de wat kleinere multinationals, de middelgrote kleine multinationale ondernemingen, die beginnen het nu wel in te zien dat je wel aan transfer pricing moet denken. Want vanaf wanneer moet je daar eigenlijk aan denken? Vanaf het feit als je meerdere BV's in verschillende landen hebt die onderling dingen doen? Ja, ook al heb je maar één, maar is dat je in twee landen, je moet al aan transfer pricing denken. Ja, want je hebt transacties met elkaar. Ja. Ja. Tot slot, als we kijken naar trends en ontwikkelingen, wat kunnen we de komende paar jaar verwachten aan grote veranderingen of bewegingen op dit gebied? Nou, ik denk de afgelopen 3 jaar is al heel veel veranderd. Mm-hmm. Ik denk dat dat wordt nu geïmplementeerd in al die landen. Mm-hmm. Nederland die heeft dat allemaal al geïmplementeerd. Maar heel veel landen moeten de OESO-regels die nieuw zijn nog implementeren in hun wetgeving. Aha. Want het is niet overal even consistent geïmplementeerd. Okay. Dus dat gaan we zien. En het transfer pricing blijft een belangrijk onderwerp voor multinationale ondernemingen. Het was dat 10 jaar geleden al, maar het blijft een belangrijk onderwerp. Ja, de wereld wordt alleen maar dynamischer en internationaler. Klopt. Dus, en ik denk dat er meer conflicten komen tussen multinationale ondernemingen en de fiscus. En dat bedrijven misschien meer voor zekerheid willen hebben en dus voor een advanced pricing agreement gaan. Ja, precies. Ja. Dus werk aan de winkel, Clive. Werk aan de winkel, Ik wens je daar heel veel succes mee met DLA Piper. Ja. Dank je wel, Ronnie. Dank je wel voor dit gesprek. En namens DLA Piper, dank voor het kijken. Dag.